Als alles gaat zoals gepland, vereist in Alkmaar een chocolade-experience die Alkmaar als stad en chocolade als product nog steviger op de kaart zal zetten. Inclusief een opleidingscentrum voor patissiers. Want chocolade is big business. Dus worden nu al de patissiers van de toekomst opgeleid. Ja, in Alkmaar is het plan om in de oude Ringersfabriek een heel mooi opleidingscentrum neer te gaan zetten. Met waar we nu mee in Beverwijk eigenlijk zitten. En ja, waar mijn hart eigenlijk heel erg naartoe gaat is de jeugd heel goed te instrueren en heel goed aan te leren. En dat ze daarna de wijde wereld in kunnen en hun ding gaan doen. Hè? Want de patissiers die wij opleiden, ja, die gaan van ons de wereld veroveren en Nederland op de kaart zetten. Om die toekomstige patissiers te inspireren, werd op het Horizon College in Herugowaard een wedstrijd georganiseerd. De twee winnaars van die wedstrijd mochten met Dobla mee naar de Asian Pastry Cup 2016 in Singapore. En naar de beste cacaoplantages, de chocoladedecoratiefabriek en het innovatiecentrum van Dobla in Vietnam. Nou, wel lekker, hè? Nadia Jongejan en Amber Poort bleken uiteindelijk de beste. Zij mochten hun koffers gaan pakken om samen met een grote zakelijke delegatie vanuit Amsterdam te vertrekken naar Vietnam en Singapore. Niet alleen een flinke vlucht, maar ook even wennen aan de andere wereld die Vietnam heet. Het belangrijkste ingrediënt van chocolade is cacao. En cacao wordt gewonnen uit cacaobonen die op hun beurt aan bomen groeien. Bomen die nogal wat eisen stellen. Ze willen graag een vochtig klimaat. Ze willen het liefst groeien in de schaduw van grote bomen. Ze hebben veel voedingsstoffen in de bodem nodig en houden niet van wind. Daar komt ook nog eens bij dat de boom vatbaar is voor ziektes, schimmels en virussen. Het runnen van een cacaoplantage is dus geen eenvoudige klus. In Vietnam maakten Nadia, Amber en de rest van de delegatie dat proces voor het eerst van dichtbij mee. Ik vond de cacaoplantage heel indrukwekkend om te zien. Ja, ik zie het normaal gesproken alleen op de foto's en op de documentaires wat je op de tv ziet. Dus dat is wel heel indrukwekkend om nou echt te zien hoe groot die cacaobonen in het echt waren. En hoe dat er aan toe gaat eigenlijk daar. Hij is slim hoor, want hij wil geen geld, hij wil naar Colombia toe. En dan kan hij dat enten is van belang. Dat is nou ook eigenlijk niet vraag, want dan gaat hij dan ook wat doen ja. Met. Dat is niet voor hem interessant. Ja. Hij weet zo direct hoe ze daar doen, nou, dat is aardig. Precies. Maar dan moet hij wel. En dan hebben ze entingprogramma's. Nou, waar deze bezoeken voor zijn, voor al onze klanten en onze partners in de wereld, is eigenlijk om ze te helpen weer voor de volgende stap en de nieuwe toekomst die wij willen gaan bieden in decoratie en nieuwe ideeën te gaan brengen voor verschillende nieuwe markten. Dat is eigenlijk het doel van dit gebeuren. En daarnaast de mensen duidelijk maken, waar staat Dobla Azië nou voor? We hebben gekeken naar de cacaobonen die daar groeien en we hebben gekeken van wat ze eigenlijk allemaal precies doen met die cacaobonen. Ze maken er eigenlijk niet alleen chocolade van, maar ze hebben er bijvoorbeeld ook drankjes van gemaakt, liqueur van gemaakt. Dus eigenlijk wel heel erg interessant om dat te gaan bekijken. We denken dat de bounties en de Milky Ways aan de boom hangen, vooral onze kinderen. En eigenlijk zie je van hoe het hier nou werkelijk gaat. Van de pot, hier zie je hangen. En daarnaast van, dan krijg je het proces, het fermenteren, het drogen. Wat gebeurt er na mee? Je hebt orange juice van, dus juice. Je hebt daarnaast ook liqueur ervan. Er zijn heel veel mogelijkheden met het product. Ja, en dan maak je de mensen bewust van hoe je het moet doen. Het vasthouden van de cacaobonen was wel heel interessant. Want ik heb stage gelopen bij een chocoladewinkel in Alkmaar. Eigenlijk weet je dan niet zo goed waar het precies vandaan komt en hoe het eruit ziet. En dan zie je wel de plaatjes. Maar ja, als je dan in het echte vasthoudt, is het toch anders dan op tv of zo. Het meest wat me bijgebleven is van de cacaoplantage is toch wel, denk ik, de bomen die er zijn. Ik bedoel, dat heb je toch niet in Nederland en dat zie je ook niet elke dag. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi om te zien. Thank you.
Wat we eigenlijk willen is dat we de geselecteerde klanten die we eigenlijk uit de hele wereld hebben gekozen, eigenlijk mee willen geven wie we nou eigenlijk zijn. Iedereen kent ons wel, iedereen weet dat we in 1950 begonnen zijn, et cetera, et cetera. Maar wat eigenlijk voor het belangrijkste is, is waar staan wij voor? En een beetje plat gezegd, waarom moeten mensen met onze zee gaan om de oorlog te winnen? En we willen laten zien dat de wereld verandert en dat wij mee veranderen en dat we graag samen ook met onze klanten daarheen willen gaan. En dat is de reden waarom wij het ook de Dobla DNA noemen, om gewoon eigenlijk in een paar korte stappen uit te leggen van waar staat Dobla nou voor en hoe zien wij onszelf in de aankomende jaren. We have more than 2000 people on the waiting list to have a job at Dobla. Yeah? Here we can expand. So we bought the whole land. De uit de cacaobonen gewonnen cacao wordt in de Dobla fabriek verwerkt tot eindproduct. Ook dit deel van het proces gebeurt op Dobla specifieke wijze en is gedeeltelijk geheim. Toch bleek het mogelijk een kijkje te nemen achter de schermen. Je hoort het wel en je ziet het wel een beetje via. Maar om het dan een keer echt in te mogen rondlopen en alles te zien en te mogen horen, dat is heel gaaf. Want ja, anders weet je ook niet hoe zo'n productie draait. En nou weet je toch van, oh, zo wordt het dus gemaakt. Dat is toch wel heel, heel leuk om te weten. We hebben een aantal productielijnen hier, wat industriële. Maar dat is meer omdat we een korte route to market willen hebben. We zitten hier in Azië ook direct bij de markt. En verder hebben we hier een aantal lijnen waar we handgemaakte producten maken, zoals dierengezichtjes, ballen in alle soorten en maten, bladeren. Dat soort producten moet je aan denken. Wat mij het meest opviel was dat alles heel erg schoon was. Het was voor wat ze met chocolade doen, was alles bijna pik en span, was alles wit. Je ziet het niet elke dag dat je in zo'n fabriek mag en je ziet nu echt hoe ze de dingen maken. Om goed te kunnen laten zien wat er omgaat in de wereld van de patisserie en wat de plek en de rol van Dobla daarin is, werd de delegatie van Vietnam naar Singapore gevlogen. In de Singapore Expo werd op dat moment namelijk de Asian Pastry Cup gehouden, waar de beste patissiers van de wereld op indrukwekkende wijze hun kunsten vertonen. Ja, prachtige beurs, heel groot. We kwamen in eerste instantie bij de stand van Dobla. Dat ziet er dan echt heel strak en netjes uit. Een prachtige patisserie. En de patissier Jeroen heeft daar echt een prachtige producten neergezet met heel veel inspiratie. Maar twee hele mooie wedstrijden. En de dames die mee waren, die de wedstrijd hebben gewonnen, die hebben zich echt heel mooi kunnen laten inspireren door alle producten die we daar hebben gezien. Ja, de beurs was erg groot. En er waren heel veel showstukken te zien, omdat de Asian Pastry Cup was geweest. En daarvoor gingen we ook heen. Dus ja... Ik heb heel veel verschillende ideeën op kunnen doen om voor een wedstrijd die in oktober is. En ik ben benieuwd wat daar uit gaat komen. Ik heb heel veel contacten op kunnen doen, heel veel mensen gesproken, ideeën opgedaan, inspiratie voor mijn volgende wedstrijden. En ik hoop dat het ja, toch wel overal mee kan nemen van wat ik op de beurs heb geleerd. De showstukken van chocolade die er stonden heb ik nog nooit in het echt gezien. Dus het was heel gaaf om te zien hoe groot het eigenlijk in het echt was en hoeveel details er wel niet op zitten. Hoeveel werk er wel niet aan van toepassing komt om zoiets te kunnen neerzetten. De verschillen die ik heb gemerkt tussen Azië en de westerse landen is toch wel dat Azië die heeft toch hele aparte smaken die ze gebruiken in hun taarten en gebakjes. Wij zijn meestal meer voor de hand liggende smaken die erg makkelijk zijn te gebruiken. Maar Azië die gaat echt op zoek naar die speciale kruiden en speciale vruchten die wij bijvoorbeeld nog nooit van hebben gehoord. Of die wij zeggen, van, nou, dat zouden wij bijvoorbeeld nooit gebruiken. Dus dat is wel heel erg apart om te zien dat hun toch wel een heel ander, ja, verschillende smaken gaan gebruiken. Dat geeft toch wel ook inspiratie om dat ook zelf uit te gaan proberen.